Dutch Sick. The America's Cup is the oldest competition in the world. It's the heritage, the obsession through all the years for people to win this. It is like the Formula One for sailing, the top of the bill. It's the team that wins the race. It's not the boat, it's not the sailors, it's everybody. We're coming, coming for you. We're coming, coming for you. And everybody's gonna know. Vanuit de base in de Scheveningse haven, dit is Dutch Sail Inside. Maar eerst gaan we natuurlijk de wedstrijden van afgelopen nacht nog heel even bespreken. Aan de andere kant van de Zoom-call zit Peter van Niekerk. Welkom Peter. Dat jij nog wakker bent, want jij hebt echt op het puntje... Jij hebt vannacht niet meer kunnen slapen na de wedstrijden, of wat? Ik vind het zo spannend, ik vind het zo leuk om te volgen. Dus om 4 uur wordt alles klaar en dan maak ik nog net geen kopje thee. Maar dan het is het 4:15, zit ik wel helemaal opgeladen, zit ik voor het beeldscherm. Ja. Superleuk. En afgelopen nacht was weer zo de moeite waard. Het was toch weer zo apart wat er allemaal gebeurde. Met de race, race 7, dus de eerste wedstrijd van vannacht. Goede wind. 12 tot 14 knopen. Starts in het voordeel iets van Lunarossa. Was wel opvallend, deze twee, race 7 en 8, Lunarossa had bijna beide wedstrijden starts gewonnen in ieder geval. Ja, niet super, ja precies, bijna start voor Lunarossa. Wat opviel, veel kleinere fok op de Nieuw-Zeelandse boot. En ja, in de eerste wedstrijd, ja, super spannend, eigenlijk de meeste wind volgens mij die we tot nu toe gezien hebben in de wedstrijden van de afgelopen dagen. En... even kijken, wat gebeurde daar? Nou ja, dus die Nederlanders gingen eigenlijk gewoon... Ja, die hebben een hele mooie tack gemaakt na de eerste onderboei. Ja, bij de gate. Echt... Bij de gate gingen ze meteen overstag. En achteraf kan je zeggen, waarom zijn die Lunarossa gasten niet meegetackt? Dan hou je in ieder geval een beetje controle over de zaak. En nu, ze geven ze 20 seconden voorsprong naar de rechterkant toe. Vervolgens zit het team New Zealand niet tegen. Want ze krijgen een kleine lift over stuurboord. En volgens mij ook nog een lift over bakboord als ze er weer uitkomen. Dus dat was het. Daarnaast gaan ze gewoon, ze gingen gewoon harder. Dus, ik vond het daar wel onderscheidend dat je... Jimmy Spithill is echt een pure matchracer. En ja. Burling is ietsje veelzijdiger, maar eigenlijk meer een fleetracer dan een matchracer. En je zag gewoon, oké, bij de start won Jimmy Spithill, Prada eigenlijk. En als het op fleetrace aankomt, dan vaart Peter Burling weg. Ja, maar dat is raar. Lunarossa liet de deur gewoon een klein beetje openstaan. Ja, en dat moet je bij Burling, dus dat heb je vandaag gezien, dat moet je niet doen. Want hij pakt dat, hij pakt het. En met die snelheid die ze hebben, was het gewoon einde oefening. En in die tweede wedstrijd... Ja, laten we het daarover hebben. Dat was echt mega bizar. Ja, veel lichter. Er was maar... Volgens mij 8 knopen wind bij de start. Die jongens moeten wel een kwartier voor de start de jib call maken. Dus zeggen welke fok ze gaan hijsen. Ik kan niet 2 minuten voor de start nog snel een andere erop zetten. Dus die staat vast. Lunarossa leek zelfs een grotere fok volgens mij erop gezet te hebben. Ik denk dat Team New Zealand dezelfde erop had. Dus dat verschil was echt groot. En, wat kan jij gedaan hebben? Omdat je zag dat de wind... Nou, ik weet het. Ik moet vaak die beslissing nemen. En, dat echt, en dan zeggen ze op 15 minuten. Ik moet het nu weten. Ik weet niet, want dan kijk je naar de horizon en, of naar de wind, waar de wind vandaan komt. En, ja, het ziet er inderdaad lichter uit. Er zijn gesprekken met de windexperts van je team. Op een gegeven moment moet je gewoon de beslissing nemen en dat zelf gaat erop. En nou ja, zo was het Team New Zealand een vrij kleine fok. En de start was inderdaad weer voor Spithill. Die leidde ook rond de top, rond de eerste boei. Nee, de eerste boei zelfs. Ja, daarna hadden ze volgens mij voor de wind een probleem, want de fok stond, hun fok stond een stuk losser dan het grootste. Dus dat moet een probleem geweest zijn, waardoor Team New Zealand keihard op ze inliep. En op een gegeven moment zo snel dichterbij kwam dat ze vlak voor het inhalen weggrepen. Ja, en toen eigenlijk door hun eigen vuile wind grepen en de vuile wind van Lunarossa. Ja, en ze vielen van de foils af en ik kon het niet geloven, weet je. Het was eigenlijk gewoon einde oefening.
Want ze lagen vrij snel 2,5 kilometer achter. Ja, niet te doen. Maar heel even over dat moment. Want dat is best wel uniek voor het... Er zijn twee foilende boten die echt mega hard gaan. En het gebeurt niet vaak dat je die vuile windkegel voelt of ziet. Dus het is best wel een unieke vorm van varen. Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, ik denk dat ze dat vandaag geleerd hebben. Want het was, je vaart zo dicht met twee van die boten. En Team New Zealand heeft natuurlijk nooit echt kunnen oefenen met andere teams. Dus ik denk dat ze dat zullen zien nog een keer doen. Dus er zit heel weinig wind. Ja, ik kan je voorstellen, je grijpt gewoon door de vuile wind die je net zelf hebt gecreëerd. En dan zeker in die 6 knopen windrange, of misschien nog wel daaronder. Daar zit gewoon een soort vacuüm erachter. Dus dat gaan ze niet nog een keer doen. Ja, en dan later in de wedstrijd, dan denk je van, ja, dit is over. Ja, dan gaat Luna Rossa in mijn ogen, het is moeilijk te zien op die video, maar er gaat iets gigantisch mis, want ze moeten één ding doen, is die wedstrijd gewoon blijven foilen en winnend afsluiten. En ja, hebben ze niet genoeg snelheid gemaakt voor die ene overstag? Ik weet het niet. Hebben ze de nieuwe of dat oude, de oude wing te snel omhoog gehouden? Of omhoog gehaald? Hè, waardoor ze als het ware door de nieuwe, door een soort van door het ijs zakte, zeg maar, omdat ze niet genoeg snelheid hadden. Ja, het mag gewoon niet gebeuren. En daarna zie je, daar zat zo weinig wind bij die bovenboei. Het heeft al 10 minuten geduurd voordat ze op snelheid kwamen. En maar hoeveel af en toe weer voor Team New Zealand. Hoeveel wind moet er staan om te blijven foilen met deze boten, weet je dat? Ik denk 6 knopen, dat is echt wel, dan wordt het echt... Dat zie je ook vandaag aan die grinders, die waren back and back af. Want bij zo weinig wind moeten ze zoveel aan die zeilen trimmen. Want je ziet ook hoe bol ze die zeilen maken om power te genereren. En weer vlak kunnen maken als ze weer snelheid hebben. Ja. Maar ik denk 6 knopen, dan is het hangen en wurgen voor die boten. Ja. Ja, maar dat gebeurde bij die bovenboei. Dat was echt 7, 6 knopen toen ze overstag gingen, die Italianen. Ja. Dat zal er zeker mee hebben gespeeld. Ja, dat er wat fout is gegaan, dat weet ik zeker. Als we dat nog een keer moeten doen, dan zal het niet gebeuren. Maar ja, dat is ook de heat of the moment. En ja, het is super jammer. Nu hebben ze 2 punten gepakt in de Zeelanders. Ja. Het kan morgen gewoon afgelopen zijn. Ja, bizar hè. Ja. Komt er nog een moment voor de Italianen om te revancheren? Dat zullen we gaan zien. We kunnen nog heel lang blijven praten natuurlijk over die boten. Techniek is in ieder geval echt super bepalend of je goed over die wedstrijdbaan heen gaat. En waar we aanvankelijk dachten dat de Nieuw-Zeelanders ietsje meer voorsprong zouden hebben op techniek, zien we dat dat absoluut niet zo is. En voor mijn gevoel was het vooral het wedstrijdzijnde element wat ervoor zorgde dat de Nieuw-Zeelanders 2 wedstrijden hebben gepakt. Of denk jij dat het toch een techniek kwestie is? Nee, ja, je ziet die boten zijn toch wel redelijk verschillend in opzet, zeker vandaag, met de kleine fok, de kleine foils, de grote foils. Dus zeker heel veel techniek. En ja, Nieuw-Zeeland was toch net even wat cooler, denk ik, vandaag. En daarom hebben ze 2 punten gepakt. Cool, cool. Nou, als we het toch over cool hebben, laten we snel doorgaan naar het interview. Er komen er hierna 2. Eentje met Gijs Struik van het Marin. En daarna komt er een subliem interview met Dirk Kramers. En Dirk Kramers, kun jij hem heel even snel voorspellen, Peter? Ja, ik denk dat je zeker naar het interview ook met Dirk moet gaan kijken. Dirk is een van de topontwerpers in de Merkers Cup. Eentje met de meeste ervaring. En Simon heeft een leuk interview gedaan een paar dagen geleden, dus blijf kijken. Oké. Okay. Hey, super bedankt voor deze insight en misschien zet ik vannacht ook nog wel de wekker. Ja, dan stuur ik je wel een appje. Oké, is goed. Hey, tot snel. Welkom bij alweer de 3e podcast van Dutch Sail vanaf de teambase in Scheveningen. Alweer de experts aan tafel, Simeon en Peter. Maar ik sta nu voor een model van Marin. Deze editie gaan we het over techniek hebben. Maar eerst wil ik eigenlijk zeggen, onwijs bedankt voor alle leuke reacties. En voor alle donateurs die zich al aangemeld hebben. Ja, het voelt echt supergoed dat we zoveel mensen achter ons hebben staan. En dat we door kunnen naar een waanzinnig goed zeezeilplatform. En dat we
allerlei dingen die op zee gebeuren naar de kant halen en allerlei dingen die op de kant gebeuren naar zee halen. Laten we snel gaan kijken naar meer informatie achter Dutch Sail. Peter van Niekerk en Simeon Tienpont, welkom dat jullie weer aan tafel zijn. Ja. Zoveel mooie verhalen die we ook continu te horen krijgen van jullie en alle mensen eromheen ook. Worden jullie ook voortdurend gevraagd nu in deze American Cup tijd? Hoe zit het? Hoe gaat het? Of valt het mee? Nou, met vrienden heb je natuurlijk vrij veel contact. En analyseer je eigenlijk al die wedstrijden elke dag. Wel een paar keer. Ja. Dus, het is druk op de WhatsApp en de telefoon. Zeker meer dan normaal. Hey, Peter, als jij nu kijkt naar de wedstrijden en je ziet de boten varen, zie je dan nog dingen die of technieken die op Tima Lingi gebruikt werden, dat ze die nu nog steeds gebruiken? Ja, eigenlijk wel. De zeilen die nu de twee teams gebruiken die in de America's Cup varen. Het materiaal daarvan, het materiaal, dat hebben wij, zijn we begonnen met ontwikkeling in 2003. Ja, dat was niet meteen een topzeil toen we hebben daar uiteindelijk ook nooit mee gevaren toen, maar we hebben het wel het proces zijn we begonnen. Alleen, het was totaal niet duurzaam toen en zelfs ook niet stretchvast genoeg. Dus dat is een proces van een paar jaar. Maar aan het eind van die campagne, van het project, zijn er toch wel mooie zeilen gemaakt. En nu zie je, 18 jaar later, is het toch redelijk de standaard in de America's Cup van dit jaar. En gaat het dan over het hele materiaal of meer over de coating? Ja, het gaat echt over het doek. Dus De manier van maken. De manier van maken. Er komt bijna geen naaimachine aan te pas. Alleen van de randen met de afwerking. Wordt het gegoten of zo? Nee, het wordt echt aan elkaar gelamineerd. Zoals ze die boot bakken. Yeah. Bakken ze tegenwoordig ook die zeilen. Met hele dunne lagen carbon fiber. Waar wij toen nog meest problemen mee hadden, was de lijm, zeg maar, om die dunne lagen aan elkaar vast te plakken. En als het zeil dan begon te klappen, dan zag je ook het lijm flapperen. Ja, de lijm en de vezels voorbij komen. Maar dat is mega interessant om uit te zoeken en te ontwikkelen. En dat was allemaal om gewoon zo weinig mogelijk weerstand te krijgen of om die zeilen veel nauwkeuriger te kunnen maken? Toen was het om ze lichter te maken en stijver en vormvaster. Ja. Dus, Lingi in Zwitserland was de eerste natuurlijk met de verstaging, de pure carbon verstaging techniek. Dat weet ik nog in 2010 denk ik. Dat massief carbon. Dus dat is, als je nu... Dat is eigenlijk ook een beetje een standaard geworden. Elke oceaanboot heeft een massieve carbon verstaging. Ja, het is super dun als je het ziet. Dan denk je, dat is... Dan wil je niet even aanvallen. Nee, en het is ook nog een soort fragiel dat als je er hard tegenaan... daar is het eigenlijk niet voor gemaakt. Kijk, die rotte rigging van vroeger, die roestvrij stalen verstaging, dat was bulletproof. Maar nu met die dunne carbon verstaging moet je voorzichtig zijn, maar het weegt niks. Ongelooflijk. Ze kunnen het zelfs aerodynamisch in een vorm maken dat je minder luchtweerstand hebt. Yeah. Ja, het gaat allemaal elk jaar weer lichter, sterker. Yeah. En super interessant. Yeah. Nou ja, na 13 jaar is er gelukkig toch nog wel wat terug te zien, maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk best wel snel. Ik heb Gijs Struik van het Marin gevraagd of hij wou reageren op de ontwikkelingen van maritiem technische elementen. Gijs werkt voor het Marin, het Maritiem Research Institute in Netherlands. En zij hebben onder andere jou geholpen tijdens de Volvo Ocean Race, Simeon. Ja. Dat was ook het schaalmodel, maar daar hebben we het na de interview wel even over. Laten we maar gaan kijken wat Gijs zegt. Hey, nou, leuk dat ik je even kan spreken. Gijs, kun jij je even kort voorstellen? Ja, Gijs Struik, ik werk bij Marin. Marin staat bekend voor zijn maritieme research, het Maritiem Research Instituut Nederland. En staat voornamelijk bekend om modelproeven doen in grote bassins, berekeningen doen, dat soort voorspellingen aan schepen en allerlei drijvende objecten, dus ook offshore constructies. En ik zit weer bij een afdeling die eigenlijk al het experimentele werk doet buiten de muren van Marin, dus alles op wat wij full-scale noemen, dus niet op modelschaal in een bassin, maar in het echt. Dus wij doen operationele metingen van alles wat je kan bedenken op het gebied van hydrodynamica van schepen. Meestal schepen en een heel stuk offshore ook wel.
Dus wat mij betreft het leukste werk, je krijgt een stukje van de realiteit mee. En je probeert vast te leggen hoe de realiteit werkt. Om ook weer een terugkoppeling te krijgen naar onze voorspellingen. En die kloppen altijd, want Marin klopt. Nee, dat zullen we nooit beweren. Maar omdat wij dus, met mijn afdeling die dan naar buiten gaat en naar de realiteit kijkt. En dat terugkoppelt naar onze voorspellingen. Daardoor, omdat wij dat als onderdeel in ons instituut hebben, kunnen we wel heel snel die terugkoppeling maken en daarmee ook de voorspellingen weer verbeteren, aanscherpen. Eigenlijk alle predicties die we en de methodologieën die daarbij horen, kunnen we redelijk snel zien of dat werkt, of dat alle fysica en alle realiteiten vangt. Ja. Dus dat is wel leuk. En Marin heeft veel internationale allure, toch? Het is niet alleen bekend in Nederland. Nee, klopt. Het is, ik geloof dat het grootste onafhankelijke instituut op dit gebied is. Dus je hebt wel grotere instituten, ook in Azië. En die zijn vaak geleerd of aan een overheid of aan een werf. Een bepaalde werf die ze, of een grote werfconglomeraat die zijn eigen instituut heeft. En wij, we zijn dan trots dat we kunnen zeggen dat we de grootste onafhankelijke zijn. We staan op eigen benen. Ja. Dus, en het heeft inderdaad een goede naam. Ja. Ja. En ik weet niet of je toevallig vannacht de wedstrijden hebt gezien van de Merkers Cup, maar het wordt waanzinnig spannend. Ja. Kijk je er met andere ogen naar, denk je? Ja, voor mij, met andere zeilers heb ik het er wel eens over op die manier, dat die kijken vooral wat meer naar de sportaspecten en ik ben dan meer, vanaf een ingenieursachtergrond kijk ik ernaar, dus meer naar de technische aspecten en alle ontwerpverschillen tussen die boten. En dat is voor mij super interessant om te zien, waar al die teams mee op de proppen komen. Dus ik ben meer een technische kijker dan een sportkijker. Ja, en misschien vragen sommige mensen zich af, waarom bellen we nou Gijs bij Marin? Maar dat heeft een reden, want in 1981... heeft Marin geholpen om Australia toe naar een overwinning te laten varen. Want er is een hele speciale kiel ontworpen bij Marin. Helpt dat? Weet je daar nog iets van? Lopen er nog mensen in de gang die daar meer van af weten? Ja, er lopen nog wel mensen die daarvan af weten. Ik zelf was toen nog niet eens geboren natuurlijk. Dus dat is ver voor mijn tijd. Zeker voor mijn tijd dat ik hier werk natuurlijk. Dus ik heb ook even rondgevraagd hoe dat eraan toe ging toen de tijd. Inderdaad, dat was een van de eerste keren dat wij met zo'n team samenwerkten. En daar ook hebben geholpen tot zo'n oplossing als zo'n vleugelkiel in dat geval te komen. En ja, dat is toen ook al een hele bijzondere stap geweest wat ik begreep. Wat tegenwoordig CFD heet, Computational Fluid Dynamics. Dat is dat je met de computerberekeningen de stroming kan voorspellen. Dat stond toen nog redelijk in de kinderschoenen en daar werden toen ook al echt hele stappen in gemaakt om die kiel uit te ontwikkelen. Dus dat is al, dat was toen al vrij innovatief. En na die computerberekeningen zijn er natuurlijk ook modelproeven geweest om een en ander te kunnen verifiëren of die berekeningen klopten in dat geval. En zo zijn ze uiteindelijk tot die windkiel gekomen. Dus ze hebben wel een steentje bijgedragen. Dat is wel heel bijzonder als je die geschiedenis zo terug hoort inderdaad. Ja, want die windkiel, die is daarna nog veel vaker gebruikt. Ja, klopt. De cup daarna ook. Toen is iedereen daar natuurlijk opgesprongen. Van hoe kun je dit nou helemaal goed uitontwikkelen, zo'n windkiel? Die cup van, ik geloof 83 inderdaad, dat was de eerste. En de cup daarna iets van, ik meen 1987, daar probeerde iedereen zijn eigen versie daarvan. Een tweede iteratie, zeg maar. En je zag inderdaad ook dat wat voor impact had op ons als instituut. Toen zijn er, ik geloof, 8 syndicaten bij ons langs geweest om dat soort ontwikkelingen ook met ons te doen. En ik meen te horen dat 30 modellen hier in de sleeptank zijn geweest voor die cup alleen al. Van lachen. Ja, dus dat heeft best wel impact gehad. Ja. 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 En weet je toevallig of dat soort tests, die modellen, hebben die je geholpen naar andere commerciële toepassingen? Ja, in zekere zin wel. Voor ons is zeilen niet een heel groot aandeel van wat we doen. We hebben heel veel industriële klanten, zeg maar. Dat je het over vrachtschepen en dat soort dingen hebt. Maar de simulatietechnieken die je gebruikt voor zeilen, en ook eigenlijk de situatie van zeilen en hoe complex dat is, aero- en hydro-interactie, en hoe je dat goed kan testen en evalueren, dat draagt altijd zeker bij aan nieuwe methodieken, ook voor andere industrieën binnen de maritieme wereld, zeg maar. Dus dat zie je wel. En
We hebben vanaf eigenlijk die eerste cupcampagne in 1983 ook best wel regelmatig weer wat werk gehad op het gebied van zeiljachten. Dat gaat altijd een beetje ups en downs, maar we hebben ook uiteindelijk voor de Volvo Ocean Race dingen gedaan. De eerste VO70-klasse hebben we echt ook de ABN AMRO-boot bijvoorbeeld in, hebben we ook aan bijgedragen. Dat was echt de eerste kantelkiel-klasse toen voor de Ocean Race. En ja, die werd toen, toen werd daar een versie gemaakt die vrij slank en conservatief was, zeg maar, traditioneel ontworpen. En er werd een versie bedacht die vrij breed was en vol in planeet kon. En uit modelproeven bij ons bleek dat het sneller over de hele baan zou zijn als je een vrij breed schip zou bouwen om te gaan planeren. En dat was toen vrij nieuwe kennis. Dat had men nog niet zo door. En eigenlijk geloofde men die resultaten in eerste instantie ook niet. Oh nee. Ik dacht, ja, maar zo'n slanke boot moet sneller zijn, toch? Ja. Yeah. Die proeven zijn toen in een ander instituut overnieuw gedaan. En toen werd dat opnieuw bevestigd. En toen bleek dat dat goed was. En ja, de geschiedenis is dat die ABN AMRO-boot ook echt heeft gewonnen. Ja. Yeah. En zijn vervolgens containerschepen of iets dergelijks ook breder geworden bij jullie? Hebben jullie dat over kunnen nemen? Nee, kijk, technisch gezien zit je dan qua fysica, om het begrijpelijk te houden misschien. Ja, het is lastig om dat niet al te diep in te duiken. Maar kijk, containerschepen die varen niet in planeet, zeg maar. Die varen niet op dezelfde soort relatieve snelheden ten opzichte van hun lengte. Dus die zitten in een heel ander regime. Die zijn altijd waterverplaatsend. Die duwen een golfpatroon om zich heen wat anders van karakter is dan een volledig planerende boot. Dus daarmee kom je op een andere optimum uit voor je romvorm. Dus echt, nou ja, als je het alleen maar over een planerende romvorm hebt, dat gaat niet op een containerschip bijvoorbeeld. Nee. Maar ja, ik weet dat het allemaal top secret is, maar is Maren misschien toevallig nu ook betrokken bij een Americas Cup team? Nee, en ik denk dat inderdaad als wij dat wel zouden zijn, misschien dat we dat niet zouden kunnen zeggen, maar nee, we zijn niet betrokken bij deze cyclus. Nee. Nee, maar ja, behalve dat wij natuurlijk vanuit de Nederlandse delegatie gevraagd hebben of Maren eventueel zou willen supporten, stel dat er een boot gebouwd wordt. Ja. Heeft dat toegevoegde waarde voor Maren? Staan jullie echt te trappelen om daaraan bij te dragen? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, persoonlijk natuurlijk sowieso. Heel veel mensen hier zijn ook vervent zeilen natuurlijk, dus dat kietelt altijd de interesse. Maar ook voor ons, voor de rest van onze dienstverlening buiten het zeilen om, zou dat ook zeker wat bijdragen. Als je kijkt wat voor een breed palet zo'n vraag eigenlijk is om een Americas Cup boot te ontwikkelen. Je hebt een box rule die bepaalde randvoorwaarden stelt en je mag daarin losgaan. Ja, dan kun je alles uit de kast trekken. En dat moet ook als je wil winnen. Dus de gewoon puur de breedheid van dingen die je moet proberen om een winnende boot te maken. Dat raakt eigenlijk al onze methodes, al onze berekenmethodieken, modelproeven. Als het mag, in deze cup mag je geen modelproeven doen, de huidige cup. Maar dat betekent dat je daar met zo'n geweldige focus aan kan werken. Daar echt nieuwe stappen ook in kan, eigenlijk ook moet maken om competitief te zijn. Ja, dat helpt in de breedte de dienstverlening van het Marin vooruit. Dat is in het algemeen zo. En ja, je hebt natuurlijk ook wel wat specifieke links naar de industrie. Dus dat je ziet dat de nieuwste ontwikkelingen zijn dat vrachtschepen ook weer beginnen te overwegen om te gaan zeilen. Dus dat je een zeil op een vrachtschip hebt en dat je kan gaan motorzeilen misschien om ook zekerheid van schema te behouden. Ja, dat begint nu eigenlijk weer een industrieel tintje te krijgen. En daar hebben we ook weer dezelfde opstellingen nodig van, maar als we dat zeilend moeten gaan doen, dan gaat dat vrachtschip ook onder een drifthoek en een hellingshoek varen. Weet je? Dus er zit heel veel overlap ook weer in kennis. Dus als we daar ook weer nieuwe methodieken in kunnen ontwikkelen om daar voorspellingen voor te doen. En dan helpt dat ook het zeilende vrachtvaart vooruit. En nou ja, op weg naar dus een zero-emission vrachtvaart. Ja, ja, tof. Ja, sorry, de vraag zat eigenlijk op, maar ik heb toch nog een bonusvraag. Want ik hoorde jou net zeggen, ja, ik kijk veel meer naar technische en hydraulische aspecten als ik naar de Americas Cup op dit moment kijk. Zie jij grote verschillen dan tussen het Italiaanse en het Nieuw-Zeelandse team? Ja, wat zichtbaar is, dat zal iedereen zien, denk ik, die er goed naar kijkt. En wat ook van grote invloed is natuurlijk de foils. En de vorm van de foils, die zijn natuurlijk best wel anders tussen die twee teams. Waar inderdaad Team New Zealand veel meer high aspect heet dat. Dunnere foils heeft, wat op hoge snelheid weinig weerstand oplevert. Maar misschien op lage snelheid jou verhindert om op te stijgen, zeg maar. Yeah. Daar zit wel een trade-off in. En dan ook de hoek die foils hebben. En hoe ze hem ook gebruiken, dat is wel heel leuk. Je kunt aan de data van de races, die zijn vrij toegankelijk, in ieder geval een goed deel daarvan, kun je ook terugkijken van hoe ze hem gebruiken, onder wat voor hoeken ze die foils zetten. Daar zit best wel veel verschil in.
En dat resulteert ook uiteindelijk in de performancegetallen die je ook kan inzien. Dat op dit moment lijkt het erop dat de Italianen met iets grotere foils, nou ja, in licht weer hebben we vanochtend gezien, toch wel erg goed presteren. En het helpt ze ook door bijvoorbeeld een overstag, om daar met een soort van hogere snelheid uit te komen, of in ieder geval weer sneller op gang te komen. Ja, je hebt het nu over een race die ze gewonnen hebben, toch? Ja, precies. Dus ze komen sneller uit de tech? Bijvoorbeeld, ja. Ja, dat zijn alleen nog maar de dingen die je kan zien. Dus je kunt op blote oog op de foto's, de video's zien wat de verschillen zijn. Nieuw-Zeeland heeft een heel slim hun deklager neergelegd, dat ze iets meer zeiloppervlak onderin hebben. Dat is een soort leuk gebruik van een rule, loophole zo gezegd. Dus die hebben de mastbasis op een stokje staan, want die moet op een bepaalde hoogte zitten. Maar ze hebben het dek wel omlaag gehaald en daarmee een iets groter grootzeil tot aan het dek gebracht. Maar daarnaast, naast wat je kan zien, moet er ook ontzettend veel natuurlijk onderdeks en achter de schermen zijn waar wij geen weet van hebben. Daar kun je over speculeren. En ook ja, control systems, zeg maar, om dat zomaar te noemen. Hoe gebruik je die foils? Hoe verstel je ze? En hoe ga je van input van een bemanningslid naar het verstellen van die foils? En wat voor informatie hebben zij voor hun neus om dat goed te doen? Krijgen ze een soort adviessysteem? Dat zijn dingen, daar hebben we heel weinig zicht op. En daar zullen ook, naar mijn verwachting, grote verschillen liggen. Waardoor het ene team het op een andere manier gebruikt. Of beter, of anders gebruikt in ieder geval dan een ander. Ja. Eigenlijk zou je gewoon daar aan boord even willen stappen. Heel graag. Tuurlijk. Ja, wie niet, hè? En, nee, en zeker ook gewoon de techniek even kunnen bekijken. Inderdaad. Ja. Ja, tof. Hey, super bedankt voor je tijd en voor je uitleg. Het is gewoon interessant om te zien hoe jij weer naar die wedstrijden kijkt ten opzichte van bijvoorbeeld mij, die kijkt naar hoe ze tactisch met elkaar in beweging zijn. Maar heel veel succes. Ik hoop dat we in de volgende stadia van de Nederlandse Merkers Cup weer samen kunnen werken. Het zou heel tof zijn. Ja, laat het hopen. Ja, zeker. Super. Dankjewel. Hey, dankjewel. Nou ja, dat Gijs nog niet eens geboren was toen Australië toe aan het varen was, dat zegt wel iets. Maar je zag aan de sparkeling van Gijs' ogen dat hij er onwijs veel plezier aan had om al die Merkers Cup te volgen. Peter, heb jij ook, toen jij zo heel klein was, was je ook schaalmodelletjes aan het bouwen en dergelijke? Ja. Ja? Ja. Gewoon... Schaalmodel, hout, zeilen erop, radiografisch, uren en dagen aan besteed. En dan met piepschuim of met hout? Met hout en ook piepschuim. Ja. Ja, dramatisch. Al zou ik die bootjes nu nog zien, of weer zien, dan zou ik er niet trots op zijn. Nou, jij hebt hier vak van gemaakt, Simeon. Ja, tenminste, ik heb geprobeerd om ervoor te studeren. En uiteindelijk scheepsbouwkunde gestudeerd, maritieme techniek. Ja, je hebt het geprobeerd. Je hebt het ook weten af te maken, dus dat is op zich goed. Meer dan goed. En dat was natuurlijk ook altijd wel mijn fascinatie in de sport. Om aan de ene kant het pure zeilen, wat een uitdaging is als sporter en als atleet. Maar ook het begrijpen van de techniek en het meehelpen in het ontwerp van die boot. En de integratie van alle systemen. Ja, dat is als techneut zit daar, gaat het hart sneller kloppen. Ja, want het is altijd makkelijker als je iets hebt, zoals zo'n schaalmodel, om daar vervolgens over te gaan praten. Of over een simulatie hebt, dan dat je niks hebt. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je wil het op een duur ook altijd eerst visueel krijgen. Hè? En dus dat doe je eigenlijk hetzelfde ook wel in het ontwerpen. In zo'n team dat je een hele mock-up bouwt, vaak gewoon in de loods die hele boot eigenlijk al, de decklayout, alle systemen en dat je een soort van dry run, een droge run kan hebben, het droogzeilen op de kant. Maar hetzelfde in het ontwerp van die boot. Ik bedoel, die sleeptanken zijn van enorm belang geweest en wat wel heel leuk is in Nederland ook. We hebben ook allemaal verschillende type sleeptanken, ook waar we bijvoorbeeld schaalverschillen, want het is natuurlijk altijd anders. Je hebt een aantal verschillen. De resultaten die je hebt uit een model van 10 meter zijn niet hetzelfde op een schip van 100 meter. En daar zitten dus verschillen in vanwege de schaal. Nou, en daar hebben we dus ook wel Nederland tanks voor om bijvoorbeeld in vacuüm boten door het water te kunnen trekken, of hoge snelheidstanks, hè, waarin we die modellen onder een enorme snelheid kunnen laten trekken. En daar hebben we toch wel een beetje een historie op gebouwd. En Nederland heeft natuurlijk vanuit origine
natuurlijk toch wel een enorme huisvest, een enorme maritieme kennis. Ja, dat lijkt mij, ja, tenminste ik als Nederlander en als zeiler, dat voelt toch wel fijn dat je, als je al die informatie achter de hand hebt. Ik bedoel, voor jou, ik heb jou een keer verhalen over vertellen, ik kon één belletje plegen en dan had ik al antwoorden. Ja, nou ja, je merkt het in die trajecten als je wel eens on the back foot bent, hè, zoals die Engelsen dat dan zeggen. On the back foot? On the back foot, hè, dat je eigenlijk een stukje achterloopt. Oh ja, oké. Okay. En in 2012 bijvoorbeeld, toen toch nog best wel veel te doen was, omdat die boot voor het eerst ging foilen. Ja, en je praat dan echt over profielen, over snelheden waarin waarin die profielen natuurlijk ook heel erg moeten veranderen. Omdat de snelheden groter zijn en dan de weerstand moet afnemen. Cavitatie, zoals een soort turbulentie is onder water, in water. Hè. Turbulentie zoals je dat kent in het vliegtuig, wat we dan hadden op die boten. Ja, dan wil je soms van die hele niche-specifieke kennis weten. Ja, en dan was het toch wel eens makkelijk. Hè. Zelfs als je in een Amerikaans team zat, dat de lijntjes in Nederland heel kort waren. En dat je als Nederlander toch even snel kon schakelen. En dat is toch wel een voordeel wat we hebben als land. Is als klein land hebben we toch wel een heel bijzonder kennisnetwerk, wat eigenlijk ook met hele korte lijnen aan elkaar gekoppeld zit. Ja, en ook met die debriefs, want nou, je begint de dag, je bent de hele dag bezig met zo'n wedstrijd of met zo'n training. Aan het einde is ook een hele grote debrief met het hele team, toch? Niet alleen met de zeilers of niet alleen met de... Ja, die zijn wel het belangrijkste debriefs, want daar komen de cijfers van de dag boven tafel. En ja, dan is het aan de input van de zeilers, denk ik, om nadruk te leggen op sommige nummers. Ja, dit was belangrijk, of dit voelde echt onwijs goed. Ja. En we hadden, om daar even op in te haken, we hadden op een van de computers gewoon een happy moment knop. Van, ja, we weten niet wat er gebeurt, maar dit voelt echt goed, dus we drukken die knop in. Ja. Ja, dit is een goede motor. We gaan nu echt harder en hoger dan de andere boot. Happy moment. En dan zijn aan het eind van de dag al die happy moments bij elkaar. En je ziet daar steeds dat er dat de overloop precies in het midden staat elke keer. Yeah. Ja, dan is dat waarschijnlijk wel een goed standje. Yeah. Dus yeah. Die debriefs zijn mega belangrijk. Yeah. En het zet ook wel de toon. Hè? Kijk, je begon natuurlijk hier voor een ander model dan een America's Cup boot. Dit was het model van Team AkzoNobel in de laatste Volvo Ocean Race. En wat we daar bijvoorbeeld echt hebben gedaan bij het Marin, is vanuit eigenlijk de engineers vanuit Luna Rossa, die eigenlijk en we hebben daar al in de eerdere aflevering over gehad, hun eigen simulatie hadden, hun eigen snelheidspredictiemodel. Wat heel erg is opgebouwd uit ervaringscijfers, uit die debriefs. Ja. Van jarenlang, 20 jaar meten, hebben ze hun eigen snelheidspredicties. Nou, toen ik de Volvo instapte, toen heb ik eigenlijk dat predictiemodel vanuit Luna Rossa ontwerpers meegenomen. En naar het Marin gestapt en gezegd, jullie hebben een aantal producten waar wij zelfs vanuit de America's Cup geen toegang tot hebben. En onder andere de rekenkracht die ze hebben. Ze hebben een van de grootste computers staan in de wereld. Maar ook uiteindelijk de algoritmes die ze daar hebben door de weerstand bijvoorbeeld van schepen te kunnen berekenen in golven. Ja, en daar heb je heel veel computerkracht voor nodig. En dat was voor ons bijvoorbeeld een project, echt een puur sang Nederlands project, waarin je eigenlijk een stukje niche uit die America's Cup pakt van een model. Iets wat zo'n groot research instituut niet de resources voor heeft of niet kan verantwoorden om daar echt heel diep op in te gaan. Maar uiteindelijk dat te weten te combineren met een eigenlijk wel een heel groot stuk van hun kennis. En dat was die weerstand door golven. Maar dan in een zeilend schip. Ja. En daarmee waren we als eerste team in de wereld. Eigenlijk hadden we een eigen snelheidspredictiemodel. Een VPP, zoals dat dan heet in het Engels. Een Velocity Prediction Program. Ja, van die Volvo 65 door golven. En dat is dan een enorme tool als je zo'n campagne ook ingaat, hoe je je debriefs leidt, waar je naar gaat kijken. Alles wat je al gezien hebt voordat je zelfs in het water was aan het trainen, of dat die boot klaar was met de bouw, waren we die boot al eigenlijk al aan het zeilen bij het Marin.
En zowel in de computer. En omdat we nog niet helemaal zeker wisten of die twee algoritmes goed met elkaar praten, hebben we toen ook dus nog een aantal tanktesting gedaan. Om daar toch nog eens even te kijken en te refereren. Klopt het ook echt wat hier berekend wordt? En dat bleek ook echt zo te zijn. Ja, en dat is wel iets waar ik onwijs trots op ben. Dat is dan toch een stukje Nederlandse unieke maritieme kennis, wat je verbindt aan sport. En wat uiteindelijk ook voor heel veel private partijen, of het nou scheepseigenaren, reders waren, of ingenieursbureaus, ja, die dachten van ja, dit is nou typisch een stukje sponsoring in innovatie, wat ook in ons belang is vanuit ons eigen businessmodel, in plaats van misschien een sticker plakken in het cel. Ja, ja, en dat is voor verleden tijd, hè? Stickers plakken. We doen het met z'n allen veel meer. Ja, precies. En, nou ja, en dat was natuurlijk ook ooit en nog steeds heel erg de insteek. Als je een Nederlandse Merkers Cup team opzet, ja, dan hebben we een aantal hele bijzondere kennisonderdelen in Nederland wat andere landen niet hebben. En dat kan je toch tot grote mate, en dat hebben we natuurlijk in de voorgaande podcast ook gezien, helpen al aan een overwinning en aan de snelste boot. Ja, want ik vind het wel bijzonder. Halverwege je gesprek zei je eigenlijk, ik heb de data van Team Prada gebruikt voor het Team AkzoNobel. En ik weet dat Marin de gegevens van Team AkzoNobel weer gebruikt heeft in andere modellen. Dus eigenlijk is dat de Merkers Cup en een Volvo Ocean Race helpt gewoon een containerschip verderop om ze naar te gaan varen. Ja, ook al gooide die niet. Dat is natuurlijk hetzelfde wat eigenlijk Peter zegt vanuit die zeilen. Hè, heel veel innovaties zijn vaak wat aantoonbaarder vanuit de fysieke kant. Wat dan doordruppelt bijvoorbeeld gewoon in de pleziervaart. Hè, en wat hier in de jachthaven ligt. Een carbon mast of 3DI zeilen. Maar vanuit het ontwerp, de ontwerpkant, zie je toch dat die ontwerpers in die Merkers Cup soms hele specifieke niche tools hebben waarin ze die schepen op ontwerpen en de weerstand kunnen berekenen. Hetzelfde als met Formule 1. En uiteindelijk wordt die techniek ook weer gebruikt. Druppelt dat ook soms door weer in de grote industrie. Uiteindelijk zijn we daar ook bezig met schepen duurzamer te maken, op minder brandstof, op nieuwe energieën, windenergie, maar ook de koppeling. Waar wij nu heel erg in zitten op dit moment is om een rekenprogramma te hebben waar niet alleen de weerstand onder water, de hydrodynamica, maar ook de aerodynamica, de weerstand door de lucht, in één simulatie gevat kan worden. En waar kan je dat op andere... wat is voor ons heel belangrijk, hè? Een boot die eigenlijk bijna vliegt. Ja. En iedereen kan zich... Ja, ze vliegen, maar iedereen kan zich dat voorstellen hoe belangrijk dat is, die twee praten. Ja. Maar dat geldt ook voor een drijvende windmolen op zee. Ja. Ja. Die door de golven beweegt en uiteindelijk wil je de efficiëntie weten van de wieken. Maar dat geldt ook voor een helikopter die moet landen op het achterdek van een schip. Ja. Dus daarin zie je dat er eigenlijk de tools die wij ontwikkelen, dat die van grote mate dat ook een stuk innovatiekracht geeft voor de grotere industrie. Ja. Ja. En daar hebben wij partijen zoals het Marin, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartinstituut, maar ook van de life science kant die instituten voor nodig. Ja. Ja, er zit heel veel kennis in Nederland. We moeten het zien te vinden en met elkaar daarin te helpen. Marin is een heel groot instituut, maar we hebben ook hele specifieke experts. En eigenlijk is Dirk Kramer één van die hele specifieke experts. Ja, jullie kennen hem alle twee heel erg goed. Dirk is vanaf 1977 al betrokken bij de Merkers Cup. En zijn laatste campagne was met Bar, Ben Ainslie Racing, in 2017. Hij was aan het begin van de Nederlandse campagne was hij ook hier in Nederland, want hij zit nu in Amerika. Hij woont werkt in Amerika. Het is gewoon een hele unieke man. Peter, waarom is hij zo speciaal en waarom wil eigenlijk iedereen met hem werken? Ik denk dat hij, omdat hij heel erg open staat voor ideeën. Tenminste zo, ik heb dan met hem gewerkt van 2001 tot en met 2007 of iets. En ja, ik kan me herinneren, hij staat... Je kan altijd bij hem, zijn kantoor is nooit dicht, weet je. Je kan altijd naar binnen lopen. Dirk, wat denk je hiervan? Is het niet te zwaar, kunnen we het niet lichter maken? Of Dirk, wat denk je hiervan? Dit was te licht, want het is gebroken, weet je. Ja. Dus, en ja, dan neemt hij alle tijd voor je. En
ja, die heeft zoveel ervaring. Wat, ja. Wat structural engineers die toch dus... Ja. Dus hij weet precies, ja, hij weet precies hoeveel lagen carbon er bijvoorbeeld op een zijkant van een boot geplakt moeten worden. En, ja. Ja, je kan je voorstellen, als je twee, drie lagen te veel opplakt, ja. Dan wordt je boot een stuk zwaarder. Dus het luistert allemaal vrij nauw. En, ja. Ja, we hebben een super plezierige tijd gehad binnen het team. Vraag me dan ook af of hij dan ook vroeger allemaal van die modelletjes aan het bouwen was. Nou, Dirk is volgens mij ooit begonnen bij Wolter Huisman in Vollenhoven. Ja. En bij Royal Huisman. En die bouwde in de tijd misschien de schepen voor Connie van Rietschoten. Misschien nog die Huisman 37. Dat was volgens mij nog een JOR-boot. Ja, het was allemaal ver voordat ik geboren was. Maar volgens toch mij, weet je het maar wel. Maar volgens mij is Dirk toen... die had een droom en die wilde een ontwerper worden in de America's Cup. En toen is hij eigenlijk op advies van Wolter gezegd van nou, dan moet je naar Newport verhuizen en ga maar aan de slag. En ik denk dat hij uiteindelijk is begonnen bij Hull Spars ooit. Mm. En om het ontwerpen van de mast voor die America's Cup boten en later ook de wing van Stars and Stripes. Dat is denk ik de tweede campagne geworden. En zo is hij eigenlijk die America's Cup ingerold en ook nooit meer uit. Ja. Nou, hij woont nog steeds in Newport. Hij woont nog steeds in Newport. Yeah. Maar wat het bijzondere vind ik is aan Dirk, even als collega techneut, het is iemand die de ability heeft om altijd buiten het vierkantje te denken. Mm. Wat toch wel heel bijzonder is. Want meestal als je toch geschoold bent, word je geleerd om in een structuur en binnen het vierkantje te denken. Yeah. Maar het zijn van die engineers die technische problemen uit elkaar kunnen trekken en anders kunnen benaderen. Maar het andere wat heel fascinerend is de verandering gaat zo ongelooflijk snel. Ja. En dat vereist heel veel discipline om dus ook altijd maar te blijven leren. En een van de wijze lessen die hij ooit tegen mij zei is van joh, wat denk je wat ik doe? Hè? Ik ben altijd maar aan het leren over de nieuwste technieken. Want als ik dat niet doe, dan is er een jonge ingenieur en die stoot mij van de troon af. Zeg, het is hetzelfde met jou als zeiler. Weet je wel? Zorg nou maar dat je heel veel uren maakt, want er staan daar duizenden anderen van een paar jaar jonger die jouw positie heel graag willen innemen. Ja. En je ziet het, ik bedoel... Hij is op een ervaren leeftijd. Jullie kunnen eigenlijk niet stoppen vragen. Als je nog steeds in de game zit op die leeftijd en zo actueel. Maar zoveel ervaring heeft hij. Ja. Ja. Ja, dat was te doen dat jullie een korte interview met hem gingen houden. Jullie hebben net hem aan de telefoon of op de Zoom gehad. En dat korte vraaggesprek werd uiteindelijk 45 minuten. Het is wederom niet gelukt om alles in dit interview te proppen. Maar als je het volledige interview wil zien, dan kan je verder op het YouTube-kanaal verder kijken. Fascinerende man. Peter en Simeon die praten echt met heel veel respect over hem. Dus laten we maar gewoon even naar de film kijken en zien wat Peter en Simeon aan hem gevraagd hebben en wat zijn antwoorden zijn. Ik neem aan dat je de Cup wel volgt. Voor jouw verrassingen vanuit een technisch opzicht of wel een beetje wat je verwacht had? Min of meer wat ik verwacht, maar wat ik het leuke vind is om te kijken wat je niet kan zien. Ja. Er zijn zoveel aspecten tot met die boten die niemand over praat. Zo, ik weet niet of je dat gisteren ook gezien hebt toen Nathan Blair Toekrant vrij was. Ja. Maar om het even uit te leggen wat ze zijn nou in de cockpit hebben. En ze zei nee, laat maar zitten. Ja, ik zag het. Dat soort spullen vind ik leuk. Ja, want denk je dat ze daar wel weer een redelijke... Zit er veel verschil in tussen die teams? Want ik heb ook wel een beetje het idee dat er toch wel heel veel one design is. Dat er niet ook wel weer niet heel veel ruimte zat in... Ik had gedacht dat er meer verschil in de zeiltechniek zou zijn tussen de twee. Okay. Het is natuurlijk heel moeilijk om die boot te zeilen, daar weet je alles van. Maar ze hebben allebei vrij goede ontwikkelingen gemaakt om het allemaal onder controle te houden. Ja. De control systems en al dat. En
daar ben ik erg van onder de indruk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Allebei eigenlijk. Ja. En er is een duidelijk verschil tussen deze twee ploegen en de Amerikanen en de Engelsen. Ja. Een stapje lager wat de controle betreft. Ja, ja. Ik denk voor de meeste buitenstaanders moeilijk te begrijpen dat met een snellere foil je ook weer een geavanceerder controlesysteem hebt. Hè. Hetzelfde misschien om het visueler te maken voor een F-16 te besturen. heb je een enorme autopilot nodig. Maar denk je dat dan dat Ben daar dan bijvoorbeeld met Ineos toch niet de stap in heeft gemaakt wat Luna Rossa als challenger wel heeft? Of? Ik ben een beetje. Ik had meer verwacht van de Ineos team om er beter aan te zijn. Maar ja, er zijn allerlei andere factoren ook. Zoals de hele zeiltrim. Terug op die zeilen kijken, dan ziet het allemaal meer hetzelfde uit. Maar ik geloof, omdat het dubbel zeil, is het moeilijk aan te schatten wat de vormen van die zeilen eigenlijk zijn. Je kijkt normaal gesproken alleen maar aan de roefkant. Ja. Aan de lijkkant zeil een heel andere vorm aannemen. En ik geloof dat daar niet genoeg aandacht aan besteed wordt door de media. Ja. Om te kijken hoe anders die zeilen getrimd worden. En in hoeverre zijn er, hè, want dat verbaasde mij toch nog wel een beetje in die afgelopen America's Cup, dat er toch nog heel weinig, ook in de automatisering aan boord, toch nog wel interactie was, wat er onder water gebeurde en uiteindelijk boven in de zeiltrim. En uiteindelijk is het toch zo, je kan natuurlijk de hele pitch van je boot veranderen door bij wijze van spreken je kuningen aan te trekken en losser te gooien. Of onder water je foil op en neer te bewegen. En denk je dat het nu weer een evolutie heeft gemaakt? Zijn die systemen nu veel meer met elkaar aan het communiceren? Of is dat toch nog twee apart? De regels beperken hoeveel je dat nou aan elkaar kan verbinden. Dus net zoals altijd in de Cup is het altijd verboden om een closed loop system te hebben. Zelfs ook met het gewone ride height, het vliegen. Dan mag je geen closed loop control system hebben. Dat die dus berekent, oké, ik ben te hoog, stuur het ding om, automatisch naar beneden. En dan kloppen als je zeg maar halve meter boven het water staat. Dat mag dus niet. Maar er zijn wel systemen aan de gang die dat al doen. Een autopilot. Die automatisch vliegt. Maar die autopilot berekent precies hoe je die flaps nou aan moet besturen. Maar hij mag die flaps niet besturen. Dus wat er nou aan de gang is, dan heb je eigenlijk de interface tussen de mens en de machine is een schermpje, neem ik aan. Ja. Dat was het al in Bermuda ook al. Waar je dus zegt, oké, de autopilot zegt, oké, je moet je flap zo doen. En dan als de mens moet je er gewoon het balletje volgen. Zeg maar, heb je een groene en rood balletje. En moet je gewoon het balletje volgen. En je doet het eigenlijk, je bent eigenlijk het control system die jou bedient als mens. En dan de mens die moet dan eigenlijk En dat is nu ook al aan de gang. En sommige jongens doen het beter dan anderen. Maar zeilers, de mensen, die hebben een voordeel omdat we allemaal al sensors in onze ogen hebben. We hebben ook iets in ons oor en we hebben een computer in ons hoofd. En we kunnen dus bepaalde situaties voorspellen. Als je gaat skiën, dan kun je dus weet je precies wanneer de mogel eraan komt, dan weet je precies wanneer je benen in moet trekken om die mogel over te gaan. Ja. Dat soort dingen hebben computers moeilijkheden mee. Ja. Dat ook heel interessant is het teamwerk. Ja. En om samen met een team, zeilers, bouwers,
zelfs lawyers. Ja. Ja, echt atleten, het hele team allemaal proberen samen te werken, dat is toch ook erg speciaal. Want ik geloof dat ja, de America's Cup eigenlijk een van de zeg maar, meest interessante teams is in het sportwereld. Hoe zie je nu de toekomst? Voor jou nogal weer een nieuwe America's Cup campagne hierna? Ik weet het niet. Dat hangt van de kansen af. Nou, ik ben op een leeftijd dat ik eigenlijk met pensioen moet gaan. Ik kan dat niet hoor. Ik vind er zijn zoveel interessante dingen aan de gang op het ogenblik dat ik... Ten aanzien van de president in je land ben je toch nog redelijk jong, toch? die stoppen ook nog niet. Ja, dat zullen we daar maar niet over beginnen. Nee, mooi. Kijk ook nog eens even naar Peter. Peter ja, ik vind het leuk om je verhaal. Ik draai even om, Dirk. Ja, we houden de coronaregels. Ja. Nee, ik denk qua tijd. Ik heb nog wel één vraag. En we moeten de tijd ook een klein beetje in de gaten houden. Ik heb nog één vraag. Ik vond Dean Barker, die zag je echt gewoon, die was gewoon aan het wurgen, weet je, achter aan het roeren. Ja, ja. En heb je daar een verklaring voor? Want er moet toch iets met in de balans van die boot niet kloppen. Tegenovergestelde zijn Luna Rossa, de stuurmannen. Die lijken wel alsof ze in een sportauto zitten met het raampje open, met één arm over de rand. Ja, dat is getrokken over water. En ik weet het niet precies. Nou ja, Dean die ziet er altijd als een man in pijn altijd uit. Ik weet niet, Simon, jij hebt nog wel een beetje met hem geteld, met de Japanners. Ja. Maar dat was natuurlijk, het zag er heel anders uit, die hele, de body language, noem je dat nou? Hij zag er altijd lichaamstaal, ja. En nou, wat dat nou precies aan lag, weet ik niet. Dat kan het stuursysteem zijn, kan de hele balans van de boot zijn, kan gewoon het roer zelf zijn. Ik weet het niet. Ja. Nee, mooi. Nou, hey, Dirk, super bedankt dat je ze vroeg wilde bestaan. Bedankt. Veel succes. Regent het nou in Nederland of niet? Nu even niet. Nu even niet. Even niet, ja. Je kan er geen genoeg van krijgen. Maar maken dit soort mensen nou de campagne, denk je? Heb je dit echt nodig? Zo iemand als Dirk wel. Omdat bijvoorbeeld in 2013 was hij toch wel het hoofd bij ons van het designteam. Dus hetzelfde als toch wel een schipper aan boord die de leider is van zo'n zeilteam. Heb je ook een aantal leiders nodig in dat ontwerpteam. En die zetten toch de toon, die gaan toch de belangrijkste facetten in die campagne gaan ze in aandacht geven en tijd verdelen. En het is bijzonder dat we daar een aantal ook wel Nederlandse grootheden in hebben gehad. Niet alleen Dirk Kramers, maar ook bijvoorbeeld Rolf Vrolijk. Ja. Ook een hele bijzondere, die een stempel heeft gedrukt op het Nederlands. En die moeten open-minded zijn, anders, want je gaat heel snel in een traject denken en daarin geloven. Maar je moet je altijd blijven afvragen, gaan we wel de goede kant op? Ja. En wat denk je, als je nu kijkt naar deze America's Cups, blijft het deze kant op gaan? Of worden de boten weer compleet anders in de volgende? Ik hoop het niet. Ik hoop dat deze boten, dat we die weer kunnen gebruiken voor de volgende. Want? Je wil hem zelf varen? Ik wil mezelf zelf bij betrokken worden bij zo'n... dus het zou alleen maar mooi zijn als ze niet te veel gaan veranderen. En wat ik misschien denk dat ze gaan veranderen, wat ik over gehoord heb, wat een idee zou kunnen zijn, is dat ze lichter kunnen maken. Hoe zwaar zijn ze nu eigenlijk? Ja, weet ik niet, 6-7 ton. 7 ton nog. Ja. Maar er zit best wel die armen en die wings, die zijn best wel zwaar. Ja. Het idee was dat ze niet konden omslaan. Of dat ze al zouden ze omslaan, dat ze weer recht zouden komen. Nou, dat hebben we gezien, dat werkt toch niet helemaal. Nee. Dus dan kan je ze net zo goed ook
een stuk lichter maken. Ja. En dan gaat het weer een stap sneller. Ja, en de strut of de, hoe zeg je dat, het zwaard hè, zelf zijn er nog redelijk conservatief. De arms. Ja. Dat zijn one design elementen geworden. Ja. En die zijn nog relatief zwaar. En als je nu dat open zou laten, zou je daar wel weer een enorme ontwikkeling hebben. Je wil niet dat die dingen breken. Dat, Dat gaat maar om hele zware wings te maken, ja, dat is terwijl je ze ook van carbon zou kunnen maken. Ja. Ik denk dat het die kant op zou gaan. Maar ja. Dat is aan degene die zometeen de Merkers Cup gaat winnen. Die maakt de regels voor de volgende Merkers Cup. Ja, en wie zal dat zijn? In Italië de mensen of de mensen in Nieuw-Zeeland? Exact. Dit is het voor nu. Dit was de derde podcast van Dutch Sail. Wij kunnen hier echt nog uren aan tafel blijven kletsen over techniek en over innovaties, over het zeilen. Wie er gaat winnen, wie er niet gaat winnen, waarom. Maar dit was het. Onwijs bedankt voor het kijken. Als je nog meer wil zien, blijf dit kanaal in de gaten houden. En wellicht tot de volgende keer en we houden jullie graag up-to-date. Dag! Dutch Sail. We're coming for you.